Het was de eerste albumhoes waar de teksten uitgeschreven stonden. En die teksten waren immens belangrijk, want die zitten vol met clues. Die Het begint alleen al met Let me introduce you the one and only Billy Shears. Ze zeggen het potverdikken. Waarom geeft niemand toe dat Paul McCartney al jaren dood is? De Universiteit van Nederland presenteert socioloog dokter Gerben Moerman. Dank u wel. U weet het natuurlijk allemaal. Paul McCartney is dood. Hier vooraan zegt al iemand nee. We zullen het zo zien. Paul McCartney is dood. En niet gisteren, niet vandaag. Je hebt niet een tweet gemist. Nee, Paul McCartney is al veel langer dood. De man die jullie nu kennen als Paul McCartney, deze man, is eigenlijk helemaal niet Paul McCartney. Dit is fake Paul, door sommigen vol genoemd. Neppe Paul zal ik hem vandaag noemen. Zo'n 15, 16 jaar geleden vertelde Richard, hij zit hier, mijn beste vriend, die vertelde dat Paul McCartney dood was. En net als u dacht ik, onzin, nonsens. Dat kan niet. Hij maakt toch nog steeds muziek. Hij treedt op. Hij is niet dood. Maar nee, mensen, het is de neppe Paul. De fake Paul. Hoe weten we dit? Dit weten we omdat in 1969 er een radio-uitzending was Um, uh, in de VS, waar iemand inbelde en zei: Heeft u het gehoord? Paul McCartney is dood. Die radiouitzending werd gehoord door Fred Labour. Op dat moment een student, maar later bassist in een country-in-western bandje. En Fred Labour die ging eens kijken. Die ging eens op onderzoek uit. Die ging eens als student goed kijken naar: Kan dat kloppen? Is dat nou een raar gerucht? Wat is hier aan de hand? Hoe zit dat? En hij schreef daar een stuk over in de krant. En dat stuk, dat werd wereldnieuws. En jarenlang is dat wereldnieuws geweest. En verschillende bands hebben over Paul McCartney nummers geschreven. Paul, dat Paul McCartney dood was. Verschillende kranten hebben hierover bericht. Soms met vraagtekens, zoals je hier ziet. Maar soms ook met uitroeptekens. En ik zal vandaag laten zien dat dit echt zo is. Paul McCartney is doodgegaan op 5 november 1966. Fout. 9 november 1966 om 5 uur. Vijf um, uur s ochtends om precies te zijn. Samen met John had hij de hele nacht zitten werken aan Strawberry Fields. Geweldig nummer. En ze hadden zoals gebruikelijk, John en Paul, ruzie gehad. Flinke ruzie. En het was hard gegaan, hard tegen hard. En Paul werd op een gegeven moment gebeld. Zo rond een uur of half vijf. Linda belde: Wanneer kom je nu eindelijk eens bij mij? En uh, hij werd gebeld, hij stapte in zijn auto, een witte Austin Healy, onthoud dat, een witte Austin Healy, en reed als een idioot richting huis. Maar terwijl hij reed, zag hij daar een prachtige vrouw lopen. Om vijf uur s'nachts. In Londen. Een prachtige vrouw op straat. Niet zo. Uitgebreid gekleed. Paul McCartney keek, keek iets te veel, lette niet op en zag niet dat het verkeerslicht van rood op groen of van groen naar rood was geswitcht. Hij reed door, werd geraakt door een truck, vloog gedeeltelijk uit zijn auto en verloor een deel van zijn hoofd. Op straat stierf hij. Waarom weten we dit nou niet? Hoe kan dat nou? Dat kan omdat en er sprake is geweest van een grote cover-up. Een cover-up, het werd onder de mantel niet der liefde... maar van verraad eigenlijk gelegd. Brian Epstein, de manager van de Beatles, zei... dit kan niet, dit kan echt niet. We hebben hier de allerpopulairste boyband aller tijden. Gillende meisjes. We kunnen niet de biggest selling band... of wat John Lennon zei, bigger than Jesus Christ... Dat kunnen we niet hebben dat die failliet gaan. Het is een beetje alsof One Direction uit elkaar zou vallen. Dat kan toch niet? Dus Paul McCartney kon niet dood. Wat gebeurde? Wat was er gebeurd? Er is een lookalike contest geweest. En die lookalike contest is gewonnen door William Shears Campbell. En William Shears Campbell is een schot, dat is die man die we net zagen. Want William Shears Campbell was een niet onverdienstelijke gitarist. Had geweldige ideeën, psychedelische muzikale ideeën. En heeft de rol van Paul op zich genomen. En de andere drie Beatles zijn erin meegegaan. En hoe weten we dat nou? Nou, dat weten we omdat Fred Labour prachtig onderzoek heeft gedaan. We hebben hier het allerbeste album aller tijden: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Wat zien we hier? Wat ziet u hier? Wat is dit? U mag roepen: Een begrafenis. Natuurlijk, dit is een begrafenis. U ziet het. Hier staat een priester, Sonny Liston. Hier staan de rouwende oude Beatles, de Wasse Poppen. Hier staan de nieuwe Beatles. En hier staan alle gasten: Van Marx tot uh, Laurel of Hardy en um, and, 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 and vele anderen. Shirley Temple drie keer. Marilyn Monroe, Bob Dylan. De meesten waren dood. Sommigen bijna dood, en over anderen gingen uh, geruchten dat ze dood waren. Bob Dylan onder meer. En um, die Fred Laboer die keek naar die hoes en die zei: Als je goed naar die hoes kijkt, zie je veel meer dan alleen dit is een begrafenis. Want wat zie je nog meer? Je ziet bijvoorbeeld, um, wat kregen we ook weer? Je ziet bijvoorbeeld dit. Als je hier goed. Oh, sorry, mag die even terug. Nog eentje. Ja, je ziet hier staan Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Wie bedenkt er nou zo'n naam voor een album? Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nou hierom, als we hier een spiegeltje houden. Net zoals Richard dat 15 jaar geleden deed. Als we daar een spiegeltje houden, wat zien we dan? Nou dit. En het is iets uitvergroot voor jullie. One he. Die. Als je dus een spiegeltje precies hier houdt, zie je dit. One He die. En waar wijst het pijltje naar? Niemand anders dan Napoleon McCartney. En er zijn veel, en veel meer clues. Hier zien we bijvoorbeeld uh, Shiva, de Destroyer. Waar wijst Shiva naar? Naar Paul en naar de oude, uh, waar staat hij? Paul. Dus je ziet als je hier een rechte lijn uit die, uit die, uit die handen trekt, de Beatles waren into India, into Gurus. Shiva the Destroyer. Paul is dead. Wat zien we nog meer? We zien, er zit heel veel clues. Er zit een hand boven Paul. Hij wordt gezegend. Vlak achter die hand staat een auteur van een boek over de open boot. En in die open boot zaten vier mannen. Eén gaat de dood. Drie andere mannen doen net alsof die is blijven leven. Je kan het nazoeken. Het is echt waar. Paul is dead. Ze hebben allemaal een koperen instrument, want de begrafenis op tocht draagt Koperen instrumenten. Maar de dode natuurlijk niet. Die ligt in een houten kist, een houten instrument. En er zijn veel meer clues als je hier goed naar kijkt. Je ziet hier een basgitaar. Een basgitaar, linkshandig. Paul McCartney was linkshandig. Met maar drie snaren, namelijk drie overgebleven Beatles. Er zijn veel meer clues. We zien hier een pop van Shirley Temple. En wat zien we op die pop van Shirley Temple? Als je heel goed kijkt, zie je hier staan: Welcome to the Rolling Stones. Je zou de wereld ook zo in kunnen delen. Een witte Austin Healy. Een witte Austin Healy. En wat zien we nog meer? Rijhandschoenen. Bebloed. De rijhandschoenen van Paul. Van de echte Paul. Wat zien we nog meer? Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar de binnenkant van de hoes. Dan zien we hier op de mouw van Paul McCartney staan. O-P-D. Oftewel, Officially Pronounced Dead. Wat zien we als we naar de achterkant kijken? Het was de eerste albumhoes waar de teksten uitgeschreven stonden. En die teksten waren immens belangrijk, want die zitten vol met clues. Die, het begint alleen al met, let me introduce to you the one and only Billy Shears. Ze zeggen het pot, me. En het gaat verder, want life flows in within you and without you. And you're out on your own, you're in the street. People stood stared. They'd seen his face before, but nobody was really sure if he was from the House of Lords. Het zit vol met clues. En niet alleen dit album. Het beste album aller tijden. Ook andere. Kijk hier. Abbey Road. Jammer, de voeten zijn eraf. <laughs> het allerbelangrijkste. De voeten. De dode heeft natuurlijk geen schoen aan. Je ziet Paul McCartney lopen. En u moet me geloven, daar kunt u het zien. Hij heeft geen schoen aan. Wat zie je nog meer? Je ziet de priester. John Lennon, de priester, natuurlijk, zie je vooraan lopen. Daarna zie je de begrafenis ondernemen in zijn zwarte pak. En de dode, met een heel raar, rare scheiding in zijn hoofd. Signaal. En je ziet hier de doodgraver achteraan. Waar Sergeant Pepper de begrafenis is, is dit de optocht. We zien hier een autootje, een, een Beetle. En daar staat. LMW, Linda McCartney, widow, 28 if. Paul McCartney zou 28 jaar zijn op het moment dat de plaat uitkwam. Dit kan niet anders. En we hebben nog veel meer. Als we hier achter de plaatje, jammer, er staat de ambulancepersoneel. Dat moet u geloven. We kunnen terug, kan het? Daar staan ze, ambulancepersoneel. Hoeveel hints wil je hebben? We gaan verder. Volgende album. The White Album. Wit, de kleur van de dood. Wilhelmina werd in wit begraven. Maar als we nou eens naar de muziek luisteren. En luistert u naar een van de vreemdste nummers opgenomen door de Beatles. avant Number Nine. Ik hoor het hier al. Revolution, Number Nine. En als je dat nummer luistert, dan denk je: waar gaat dit over? Wat is dit in Vredesnaam? Joko Ono schree schreeuwt nog een beetje in de achtergrond. Wat is dit allemaal? En je hoort voortdurend dit. Number 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 Heel raar. Maar heel logisch op het moment dat je snapt dat ze die loopjes maakten. Want als we dit nu eens achterstevoren draaien, wat de Beatles destijds heel veel deden, dan horen we dit. We kunnen uren naar Beatle Albums luisteren en ook fragmenten achter het woord. Dit is één van de fragmenten, er zijn er veel meer. En ook als je ze gewoon vooruit luistert. In de teksten, maar ook in het geroep in de achtergrond hoor, hoor je uh, 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 John of, of Ringo, ik weet het niet meer, roepen Paul is dead, miss him, miss him, miss him. Je hoort het. Luister maar. Niet nu, maar thuis een duizend keer. <racht> uh, want nu moeten we verder. Want wat, wat wil ik hierbij allemaal laten zien? Wat ik laat, wil laten zien is de manier van redeneren die Fred Labour gebruikt voor, om te bewijzen dat Paul McCartney niet dood is. Die manier van redeneren gebruiken wetenschappers constant, voortdurend. Dat noemen we abductie. Dat klinkt heel eng, dat is het niet. Abductie houdt in. Je ziet iets waarover je verbaast, je ziet iets waarvan je denkt: hoe kan dat? In protestantse landen. Landen met een protestantse ethiek is het kapitalisme min of meer uitgevonden en groot geworden. Hoe kan dat? Die vraag stelde Max Weber zich, een van de belangrijkste sociologen van de vorige eeuw. In 1905. Hij zei: Hoe kan dat? En hij ging kijken, en hij ging kijken, kan dit nou een bijzonder geval zijn van de algemene regel dat de ethiek die mensen hebben, en met name dan de protestantse ethiek, effect kan hebben op. Hoe ze denken over geld verdienen, zuinig leven, predestinatie enzovoort. Hoe dat effect kan hebben op kapitalistisch denken. En hij dacht, verrek, misschien is dat wel zo. En hij ging het verder onderzoeken. Dat is een volkomen legitieme manier van redeneren. Abductie. Dus als Weber het deed, ja, dan is Fred Labour ook een geweldige wetenschapper. Hij studeerde notabene. Ik wil graag handen zien van de mensen die niet geloven dat ik hier nu net op een wetenschappelijke manier heb bewezen dat Paul McCartney dood is. Dus als het men mij niet gelooft, wilt u dan de hand opsteken. Yes! Yes! Ik kan toch nog guru worden. Mensen, sorry als je hand niet. Fijn als je hand niet opstak omdat je dacht: ah, dat is zielig voor hem. Um, maar heel vervelend als je je hand opstaakt, uh, niet opstak omdat je. Echt overtuigd was. Ik geloof hier namelijk helemaal niets van. Het is alleen wel een geweldig verhaal. Maar ik geloof hier niets van. Waarom niet? Nou, dit is precies een probleem van abductie. Een probleem van abductie is dat het geweldig is om tot redenaties te komen, om tot verklaringen te komen. Je ziet iets gebeuren en je denkt, verrek, kan ik dat misschien verklaren vanuit protestantse ethiek? Kan ik dat misschien verklaren vanuit. Sociaal-economische achtergrond, kan ik dat misschien verklaren vanuit de algemene regel dat de Beatles zich schuldig voelden en daarom allemaal, allemaal cues en clues gingen stoppen in die albums. En dan wordt het heel makkelijk om te blijven verifiëren, om te blijven zeggen, kijk, zie je, dit geld, dit geld en dit geld en dit geld. Dus allerlei gevaren zitten erin die abductie. En een van de eerste is feiten. Linda McCartney belde niet. Want Paul McCartney kende Linda McCartney nog niet. Dat was een half later. Paul McCartney was trouwens op dat moment op vakantie in Frankrijk en op safari in Kenia. Met zijn echte vriendin Jane Asher, die die later bedroog en, nou ja, enzovoort. Um, dat was wel echt waar. Um, 28 if, Hij zou helemaal niet 28 zijn. Hij zou 27 zijn. Maar dat maakt voor een conspiracy theory niet uit. Want dan zeg je gewoon: ja, maar het is 28ste levensjaar. <laughs> um, wat doen we nog meer op het moment dat die abductie niet klopt? We gaan die algemene regel die gaan we gewoon een beetje buigen. We bedenken: William Shears Campbell. Die bedenken we er gewoon bij. Fred Labour heeft later gezegd: dat is belangrijk om tegen abductie in te gaan om tegenbewijs uh, te zoeken. Fred Labour heeft later gezegd: ja, ik had hem bedacht en ik had hem eerst een whiskynaam gegeven, maar dat viel te veel op. Dus toen dacht ik: nou, William Campbell en oh ja, Frank, William, Billy Shears. Oh, dat kan William Shears Campbell zijn. Nou, mooi, dat doe ik. En Labour heeft van alles bedacht. Die witte auto had PomoCard niet zo'n witte auto. Nee, hij had wel. Een kever waar een keer een drugsdealer mee over de kop gegaan was. Dat was een van de bronnen. Om, uh, of een mini was het, een van de bronnen van de, van de rumors. Dus hoe kun je nu geldig redeneren? Nou, die basisredenatie is wel goed, maar is niet voldoende. Je moet zoeken naar feiten, je moet zoeken naar tegenbewijs, gericht zoeken naar waar kan het niet kloppen. Uh, en je moet een tunnelvisie voorkomen. Dit alles had ik ook kunnen vertellen over dwalingen van justitie. Lucia de B. en anderen. Precies hetzelfde verhaal. De redenaties lijken briljant. Maar wat we moeten doen is niet alleen redeneren, we moeten het ook onderzoeken. En daar gaat het volgende college over. In het volgende college ga ik u iets vertellen over fietsers in Amsterdam. Want trouwens, Elvis leeft. Ik heb hem zien fietsen in Amsterdam. En ik weet dat het Elvis was, want hij reed door rood licht.